verlaat je familie. Want als je echt van God houdt, moet er niets tussen jou en hem staan. Zelfs geen familie. Dat is de boodschap die tv-dominee David Maasbach zijn volgelingen meegeeft. Voor familieleden is dat onverteerbaar. Ex-volgelingen spreken zelfs over intimidatie. Je moet blokkeren. Je moet afscheiden. Je moet breken. Op een gegeven moment zei ze dat, omdat wij niet bij Maasbach zitten, dat we niet goed waren, bezig waren. Je moet een beslissing. Ja, maar broeder David, het is mijn familie. Nou, wat? Of hij zichzelf God vindt. It is a fight. Het is een gevecht. It is a battle. Het is een strijd. It is war. Het is oorlog. Wat mijn bronnen wel allemaal zeggen is, deze man heeft een heel groot ego en noemt zichzelf de gezalfde des Heren. Natuurlijk heb je vleeselijke familie. Fijn als het allemaal bij elkaar kan blijven. Maar vandaag kan dat niet meer. Als alles wat de buitenwereld zegt, als dat gewantrouwd wordt en als dat verdacht is en niet klopt, als dat van de duivel komt, dan wordt het wel erg griezelig natuurlijk. De vlaggen op de gebouwen van David Maasbach zeggen God is liefde. Maar journalist Robin de Wever van nieuwsite De Correspondent ontdekt iets anders. Bij het maken van mijn verhaal en het doen van mijn onderzoek heb ik hele schrijnende verhalen gehoord. Van ouders die hun kinderen niet meer spreken. Mensen die hun naaste familieleden niet meer spreken. Paul Vermul weet wat het is om iemand te verliezen. Zijn dochter heeft alle contact verbroken. Hij zag haar veranderen. Zij ging dan altijd op de zaterdagavond was het Maasbach. Dan hebben ze de jongerendienst. Dus dat kreeg steeds meer prioriteit. En ze ging ook helpen, zonder schoolwerk doen en helpen. En ook wel meegaan met acties. Dus zo zag je dat, dat het wat minder werd. Zijn dochter vindt het een fijne kerk. Samen zingen, samen bidden. Maar er wordt ook die andere boodschap gebracht. Niemand mag tussen jou en God staan. Als dat wel gebeurt, moet je zorgen dat er geen contact meer mogelijk is. En dan blokkeer je een nummer dat als ik toch probeer te komen, dan gaat dat nummer terug, want het is geblokkeerd. Ja, maar broeder David, het is mijn familie. Nou, wat? Op een gegeven moment zei ze dat, omdat wij niet bij Maasbach zitten, dat we niet goed bezig waren. Ja. Dus alleen Maasbach had de juiste interpretatie van het geloof? Ja, ja. Paul is een gelovig christen die zelf ook ooit de Maasbachkerk bezocht. Inmiddels bezoekt hij een andere kerk. Als hij en zijn ex-vrouw horen dat er nu gepredikt wordt dat je familiebanden moet verbreken, worden ze argwanend. Helemaal als hun dochter meldt dat ze een bijzondere boodschap heeft die ze samen met haar verloofde wil komen vertellen. Ik ben uit de auto uitgestapt en ik heb ze aangesproken. Om grip te houden besluit Paul het gesprek op te nemen. Ik heb eigenlijk besloten om het contact te verbreken met jullie allemaal eigenlijk. Omdat ik heb een weg gekozen met deze God die ik niet heeft. Nee, maar dat is helemaal niet zo. Want God zegt helemaal niet dat, dat zegt David Maasbach, die zegt dat. En niet God. Hè? Nee. Het is mijn eigen keuze. Nee, maar het is niet je eigen keuze. Hou ik jou tegen om God te dienen? Niet direct wel. Niet? Hoe dan? Door bepaalde invloeden die u heeft op mij. Vooral bij mama en zo is het gewoon te groot en zou het me gewoon tegen dichter bij God te groeien. David Maasbach neemt de kerk over van zijn vader Johan. En de heren kijkt hij naar je uitschreeuw. Naar die neus, weet je wel, lang of plat. Hij kijkt naar je hart. En wees oprecht van hart. En God die heeft u lief. Amen. Thank you. Het is een familiebedrijf. Ja? En alles blijft ook binnen de familie. Er is heel veel personeel, is familie hier zo. Kennelijk is er toch een bepaald besef dat de familie Maasbach toch een soort speciaal lijntje heeft met God. Gewoonlijk geven de kerkgangers 10% van hun inkomen aan de kerk. Maar soms wordt er iets extra's gevraagd. Wie is het die vandaag kan deelnemen met €1.000? Er is nog veel meer in het Maasbach-imperium. Er zijn een paar kerken elders in het land, ik geloof een stuk of 6, 7. Er is een stichting die liefdadigheidswerk doet in het buitenland. Er zijn natuurlijk de tv-uitzendingen, daar moet ook veel geld voor worden opgehaald. Dus je zou wel kunnen zeggen, dit is wel een rally-ondernemer met een aardig geslaagde onderneming.
Voor sommige volgers is de kerk hun hele leven en David Maasbach een soort van vader. Je hebt ook een harde kern hier van hele vaste kerkgangers, mensen die in de kerk in de diensten meedoen. Of die bijvoorbeeld hier op kantoor werken en lid zijn van de organisatie. Die wonen in een soort commune. Dit huizenblok hier is, dat is van de kerk. Mensen wonen daar, huren dat ook weer van de kerk. Die werken voor de kerk. Dus hun hele leven bestaat eigenlijk uit David Maasbach en zijn religieuze bedrijf. Wie is dan je familie? Wie is je familie? Nee, wie is je ware familie? Antwoord mij bijbels, hè? Niet werelds, bijbels. Wie is je ware familie? Het is een secte geworden. Dat herken je ook aan de kenmerken. Een leider die al tegelijk heeft en die het ware woord brengt en naar wie je moet luisteren. En als je niet luistert, moet je weg. Dus dat is een typisch sectekenmerk. Robin de Wever vraagt Maasbach herhaaldelijk om wederhoor. Gisteravond laat Maasbach opeens van zich horen. Voor Radio 1 Vandaag verklaart hij niets fout te doen. Als ik zeg dat we moeten breken met hen die de wil van God niet doen, dan is dat niet David Maasbach die dat zegt, dan is dat wat de Bijbel zegt. Daar bent u niet voor verantwoordelijk. Natuurlijk. Ik leef toch zelf ook zo. Nee, maar dan bent u niet verantwoordelijk als de mensen gevolg geven aan dat wat u zegt. Want u bent slechts doorgeefluik, zegt u, van dat wat er in de Bijbel staat. Inderdaad. Ik geef aan wat de Bijbel ons leert en zegt. Vader Paul heeft nog maar op één manier contact met zijn dochter. Ik gaf natuurlijk altijd een zak geld. En was mij geadviseerd om dat dan een bericht erbij te doen. Dus ik heb inderdaad, gaf ik een 8 transacties maal een bepaald bedrag. En dan zet ik inderdaad een tekst bij van, we mis je, we houden van je, waarom doe je dit? Heb je ouders lief, Exodus 20 vers 6 of zoiets. Wat is een secte? Google. Ja, dus dan. Maar ik krijg geld elke keer teruggeboekt. Maar de bedoeling is dat inderdaad dat ze toch dat elke keer weer leest. En dat ze toch ja, dat keer pakt. Totdat ze de bankrekening wijzigt, want dan is het over. In zijn algemeenheid, Nederland kent geen verbod op sectes. Het ministerie van Justitie wijst op Sectensignaal. Dat is een website voor advies en waar misstanden gemeld kunnen worden.